What up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week allemaal is gebeurd. De NBA Finals. De Golden State Warriors staan 2-1 achter tegen de Boston Celtics. Steph Curry was geblesseerd geraakt aan het einde van de derde wedstrijd. Er zijn geruchten dat hij toch wel de vierde wedstrijd gaat spelen. Maar gaat hij nou 100% zijn of niet? Because that's his best player. Dus als hij niet speelt of niet 100% is, wat zijn de kansen dan dat Golden State Warriors de vierde wedstrijd in Boston gaan winnen? And if they lose the fourth game in Boston, dan staan ze 3-1 achter. En dan wordt het echt moeilijk om nog terug te komen in de serie. Unless you pull a 2016 LeBron, die ook 3-1 achter stond tegen de Golden State Warriors. En die was gewoon teruggekomen en won the next four games met Kyrie Irving. With the shot heard around the world or seen around the world. And the block van LeBron James op Iguodala. That was the greatest block in finals history. Maar ja, dat was de NBA Finals. Let's get right back into these sneakers van week 23, week 23, week 23. Let's get right into this one. En dan ook nog een klein beetje van week 22, de recap. Maar we hebben het nu over week 23, dus let's get right into this. De Jordan 4 Amnesty Wave, oftewel de Jordan 4 Zen Master, moet deze week uitkomen. En jullie weten het al, als jullie mijn eerdere filmpjes hebben gezien, weten jullie dat ik een hele grote Jordan 4 fan ben. Maar deze Jordan 4, I'm not really too sure about. Ik wil niet zeggen dat het een kaka sneaker is. Het is nog steeds een Jordan 4. Het is een hele canvas upper. En die upper is gebleached. Waardoor het paarse echt heel vervaagd eruit ziet. En dan zie je dat de wings van de Jordan 4 is translucent. Dat is normaal niet zo bij een Jordan 4. En ook nog de eyelets, waar de veters doorheen gaan, is ook nog eens translucent. En de heel counter met de pull tab van de Jordan 4 is ook nog translucent. En om een beetje backstory te krijgen van dus deze Jordan 4 Amnesty Wave, oftewel Zen Master. Voor de mensen die niet weten wie de Zen Master is, in dit geval met deze Jordan 4, ze hebben het over Phil Jackson. Dus de coach van de Chicago Bulls in de 6 title runs van Chicago toen Michael Jordan aan het spelen was. Dus 91, 92 en 93. Daar was Phil Jackson de coach voor. En natuurlijk 96, 97 en 98. En voor de 3 kampioenschappen van de Lakers, daar was Phil Jackson ook nog de coach voor when he was coaching Kobe en Shaq in that 3-feet. Dus deze man heeft genoeg ringen. Phil Jackson is best wel een zweverige coach. Hè? Hij heeft echt een unorthodox way van coachen. Maar blijkbaar, you can see it by all the championships that he won with all the superstars that he had, dat hij wist wel op een bepaalde manier mensen te triggeren dat niet de conventional manier was van te coachen. Vooral niet toen die tijd. Hij was de type coach dat hij komt in de training gewoon in zijn slippers en in zijn Bermuda's en zo. Als je gaat kijken naar andere coaches, die komen gewoon netjes in hun slacks of in een polo shirtje. He, die komen wat more dressed for the occasion. Maar Phil Jackson, en winning championships op die manier. Vandaar dat hij de naam Zen Master uiteindelijk heeft gekregen. Dus de publicly appointed name van deze Jordan 4 is dus de Jordan 4 Zen Master. Maar op de sneaker app zie je het als de Jordan 4 Amnesty Wave. Ik snap het verhaal erachter, vooral het Zen Master verhaal achter de sneaker, maar
Hele canvas upper, geen leer, no premium leather. Ik wil niet zeggen dat de canvas niet premium is, maar ja, hoe premium kan je nou een canvas maken? De kleur is wel apart en dan heb je dus niet echt de standaard dingen wat je meestal bij een Jordan 4 ziet. Er is natuurlijk geen Nike Air op de back booty, because it's not a colorway die Jordan heeft gebruikt. Dus heeft gedragen in zijn tenure in de NBA. Dus vandaar ook nog geen Nike Air op de back booty, wat ik niet zo erg vind, maar ik zit hem eerder met het canvas materiaal en dus de kleuren, de bleached kleuren combinatie op deze Jordan 4. Een andere ding wat ik ook heb meegekregen is, er zijn rumors dat deze sneaker niet in Amerika uitkomt. Dus daar kan het wel zijn dat het ietsjes meer exclusiever is of dat er wat minder paren zijn omdat het in Amerika eventueel niet uitkomt. Het is een rumor. Ik heb deze rumor nog niet bevestigd, dus I'm not sure of het zo is of niet dat het niet in Amerika uitkomt. Anders, let us know in the comment sections als één van jullie ietsjes meer weet van de release eventueel in Amerika of niet. Zet het in de comment section so we all know, zodat we onze redenering een beetje kunnen aanpassen als we weten van, wacht even, het komt helemaal niet in Amerika uit, dan is er nog best kans dat als je hem binnenhaalt en je vindt hem toch niet dope, dat je het op de resale market kan verkopen en nog eventueel naar Amerika toe. Dan gaat er toch wel een wanted symbol zijn op deze sneaker for the people in the United States that want to get stuff that doesn't come out in their country. Dus iets is exclusiever. Dus daar kan er wel nog wat meerwaarde bij de sneaker zijn. Maar buiten de meerwaarde en de investering kanten van, wat vinden jullie van deze sneaker? Vinden jullie dat de canvas dope materiaal is? Dat het bleached is? Dat het ook even wat anders is? Of denken jullie van, ik had toch wel weer gehoopt dat er ergens wel een Suede of een Nubuck of een tumble leather op de sneaker zou komen, waardoor je het ietsjes meer kon waarderen? De Jordan 1 Visionaire of de Jordan 1 Vault moet deze week uitkomen. En ik weet eigenlijk ook niet wat ik van deze Jordan 1 moet vinden. Want die Vault colorway is best schreeuwerig. En ik ben niet vies van een Vault colorway. Maar deze Vault colorway is best schreeuwerig. Is best opvallend. En die sneaker heeft ook niet echt een verhaal om bij aan te sluiten. Ik heb wel een beetje onderzoek gedaan, but there is not really a story. Maar bij deze is het wel een beetje moeilijk om een story bij aan te sluiten. Er is ook nog een Jordan 1 Reimagined die moet uitkomen, waardoor ze meer richting de old school Jordan 1's willen gaan. Deze Visionaire, I don't know of het daadwerkelijk daarbij aansluit. Want je ziet wel, de color blocking van deze Jordan 1 is, it flows more. Hè? Dus je hebt niet echt zwarte elementen wat je bijvoorbeeld bij een Jordan 1 Mokka of zo hebt. Maar er zijn ook nog bepaalde sneakers die ietsjes beter flowen. En ik krijg wel het gevoel dat deze Jordan 1 Visionaire, oftewel deze Jordan 1 Vault, wel een betere flow heeft qua color blocking. Want je ziet wel, de achterkant van de sneaker is gewoon in een Vault colorway. En die overlays zijn ook nog in een Vault colorway. Maar de zijdepanelen, hè, van de binnenkant, de medial side of de lateral side van de sneaker is gewoon wit en de toe box is ook wit. En de zwarte accent die je hebt op deze Jordan 1 zit aan de bovenkant van de heel counter. Dus je ziet bij deze Jordan 1 Vault dat ze weer terug zijn gegaan naar de oude color blocking, even before the Jordan 1 band, om dus die witte color blocking met een mooie accentenkleur, in dit geval Vault, toe te voegen bij de sneaker. Een andere dope accent bij de sneaker is dat de Vault colorway zit in een gebroken leer, zeg maar paint. En er is, als het goed is, ook nog een hang tag of een extra tag op de sneaker dat zegt dat het kan zijn dat een paar van die flakes van de paint een beetje kunnen afvallen, because het is een gebroken leer painting op de sneaker. En de gebroken leer patronen zijn bij elke sneaker
sneaker dan weer anders. Dus dat is wel een interessante touch op de sneaker. De tong van de sneaker is in een off-white colorway om het wat verouderd te laten lijken. Maar all in all is het een dope sneaker, alleen ik weet niet of het dope is persoonlijk voor mij. Maybe, I mean, ik ga er sowieso wel voor proberen. Maar if I don't get it, I probably won't be that salty. And if I do get it, dan kan ik het nog even in hand checken. En heel vaak, it might sound a little bit cliché, maar heel vaak when you have the shoe in hand, dan heb je toch wel een andere belevenis. En is meestal, not every single time, dat het ietsjes meer beleving is en dat die schoen toch doper eruit ziet in hand dan hoe we het op een afbeelding zien. Maar ja, het is nog steeds een Jordan 1. It's probably gonna sell out op de sneaker app. En wat het gaat doen op de resale market, who knows? Who knows? If you really want to know what's going to happen with the resale from deze sneaker, then you need to tune in next week where I do the recap of this sneaker. En dan kan ik jullie vertellen of ik die sneaker binnen heb gekregen. En I can show it en al dat soort gekkigheid kan ik nog doen. En dan kan ik een betere beoordeling doen van de cracked leather. Of het eventueel durable is of niet. En wat ik vind van de resale van de sneaker. Maar dus dat, peeps, dat was de weekly wind-up van week 23, week 23, week... Hoe moet ik het in het Spaans ook alweer zeggen? Oh ja, week 23. En nu gaan we gelijk verder met de recap van week 22, 22, 22. En dan gaan we kijken of ik daadwerkelijk iets heb binnengekregen of ik gewoon weer een elfestatie heb gekregen voor die sneakers van verleden week. De eerste helft van de SB Dunk Fruit Pack was verleden week uitgekomen. En dat was onder andere de SB Dunk Low Green Apple, of de SB Dunk Low Sour Apple, en de SB Dunk Low Cherry die verleden week uit zijn gekomen. En dan kan ik jullie al gelijk vertellen, voor de Apple heb ik gewoon een dikke L gekregen. Maar voor de Cherry hebben we gewoon een dikke W gekregen. En jullie zien die sneaker al in hand. Ja, de factory lace zit er niet meer in, because I actually wore this sneaker already. It's already been on toe. Maar jawel hoor, we hebben gewoon een dikke W gekregen bij deze sneaker. En de blemishes op deze sneaker zijn bijna nergens te bekennen. Geen glue stains of zo bij deze paardje dan. Ik heb wel andere paren gezien dat zagen er gewoon niet uit. Maar de zwaarden hierop, de tumble leather op deze sneaker is gewoon daar. En je hebt ook nog die graphic van dus de cherries in dit geval. Die zien er ook gewoon leuk uit. Maar all in all, dope sneaker. Ik ben wel een klein beetje salty dat ik de green apple of de sour apple niet binnen heb gekregen. Want die groene kleur was ook wel mooi. Maar deze SB Dunk Low Cherry is daar. Best wel hairy suede. En ook nog tumble leather. Jawel man. En hij is comfortable. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb wel andere SB Dunkjes. Maar this is the first one that went straight to the toe. And I am very happy that it went straight to toe, because it is echt wel een dope sneaker. Maar, I mean, beggars can't be choosers, dus ik ben sowieso blij dat ik deze cherry heb gekregen. Als we gaan kijken naar de retail voor deze sneaker, of allebei de sneakers, was het maar een kleine 100 euro'tjes, if I'm not mistaken. Oftewel 110 euro'tjes, if I'm not mistaken. En de resale voor allebei de sneakers zit ongeveer tussen de 200 euro en de 250 euro. Dus if I did not wear these cherries, I could have flipped it gewoon voor een snelle double up. I mean,
ietsjes meer dan lunch, maar je moet wel rekening houden dat op deze resale sites moet je toch wel een beetje inleveren qua kosten en zo. Maar je maakt toch wel een kleine 80 euro als je het gelijk verkoopt. En de vraag is, what are these sneakers gonna do down the line? 7, 8 months. Het kan best zijn dat deze sneakers gewoon richting de 300 of de 350 euro gaan. En die sneakers die nog moeten uitkomen, de Blue Raspberry en de Pineapple, vooral die Blue Raspberry, daar zit ik echt wel op te haken, want die Blue Raspberry ziet er echt wel mooi uit hoor. And if it's the same materials, wat het vast wel is, als de cherries en de apple, oh jawel hoor, ik ben sowieso daar voor de Blue Raspberry. I'm not too sure about the SB Dunk High Pineapple, maar de Blue Raspberry, die gaan we wel echt wel proberen voor retail te halen, want that one's nice. Jawel, that one's nice. Van de SB Dunk Fruit Pack gaan we verder met de Jordan 2 à ma manière, wat verleden week uit was gekomen. En als jullie mijn filmpje hebben gezien van vorige week, you guys know, I am not a Jordan 2 fan. Ook niet een Jordan 2 low fan, of de normale Jordan 2 high. Ik ben daar geen fan van. Ik weet niks om te doen met dat hele silhouet. Ik vind dat silhouet gewoon niks. Wat ik wel heb gezegd is, ik vond wel dat de à ma manière accenten op die Jordan 2 waren wel interessant. Maar ja, op de Jordan 1 en op de Jordan 3 zijn ze ook gewoon on point. Dus waarom zou het op deze Jordan 2 niet on point zijn? Dus vooral met die lizard print op de midsole en zo. Zijn dope accenten op de sneaker, alleen die Jordan 2 doet gewoon niks voor mij. Gewoon helemaal niks. Dus I tried for the sneaker. En dan kan ik jullie al gelijk vertellen. Ik heb een dikke L gekregen. But I tried for the sneaker voor een mattie van mij. Dus ik wou hem toch wel gunnen. Want hij vond die sneaker gewoon wel dope. Dus I'm like, hey, if I can help you out. Because he helped me out with the cherries. Dan, je weet toch, a little give and take. Helping people out. Form a community. Met deze sneaker game en zo. Is altijd wel dope, maar deze Jordan 2, any Jordan 2, denk ik van, wat moet ik nou hiermee? Ik vind het geen dope model. Again, de à ma manière accenten op die sneaker vond ik wel dope. Maar de Jordan 2 doet gewoon helemaal niks voor mij, man. And I gotta stay true to myself bij deze, man. En als we gaan kijken naar de retail voor deze sneaker, hij was 225 euro. Dat is best wel pittig. Best wel pittig. En de resale in a size 13 gang gaat nu tussen de 500 en de 330 euro. Dus er is toch wel een gap tussen what people want to give for the sneaker and what people actually want for the sneaker. En dat gaat met de loop van de tijd, gaat het wel ietsjes dichterbij komen, so that the selling can happen. And then once, als we 6, 7, 8 maanden weer verder zijn, then it'll go apart more, de prijzen van what people want to give, vergeleken met what people want for the sneaker, omdat er dan ook nog minder paren in omloop zijn en dat soort dingen. Maar op het moment, if you want to quick flip it, you'll get a little lunch money. I mean, als ze het in die price range gaan houden, stel je voor je kan hem voor 400 euro verkopen, dan maak je toch wel, I mean, you're not going to double up on it, maar you're going to make a good lunch money if you flip it right now in a size 13 gang. Maar ja, we hebben het sowieso over de à ma manière Jordan 2 en à ma manière, als we gaan kijken naar de Jordan 1 en de Jordan 3, oh joh, die prijzen zijn wel lekker. I mean, vanaf toen ze uit zijn gekomen tot nu, prijzen zijn alleen maar gestegen van die twee sneakers. Dus het zou mij niet verbazen als deze Jordan 2 ook die richting in gaat, ondanks dat ik geen Jordan 2 fan ben. En ik weet, er zijn bepaalde mensen die ook geen Jordan 2 fan zijn. I still think, because of the à ma manière accenten op deze Jordan 2, dat zijn waarde toch wel gaat blijven. En ik denk, de premiumness of the sneaker en het feit dat er vast wel de oplagen van deze sneaker niet echt al te hoog zijn, dan denk ik wel dat het zijn waarde gaat houden. If it's gonna hit like 6, 7 or 800 euros, I am not too sure. Maar ik denk wel, when it's all said and done, you can at least double up on this sneaker. Dus als ik zeg double up on the sneaker, hebben we het over wat 450, 500 euro misschien, dat het kan halen over 8, 9 maanden. Ik denk het wel, ik denk wel dat het waard is, ondanks dat ik geen Jordan 2 fan ben. We'll be right back.
Van de Jordan 2 Ama Manière gaan we verder met de Jordan 5 Green Bean, die ook verleden week uit is gekomen. Dat was de Jordan 5 met de 3M materiaal op de hele upper en dan de Green Bean Green accenten throughout de sneaker. Wat ik ook al in mijn vorige filmpje heb gezegd is dat die 2006 versie van dus de Green Bean heb ik nooit in hand gehad. Maar het is mij wel verteld dat het materiaal toch wel ietsjes anders is of was toen die tijd dan wat deze Green Bean is. Maar het komt wel op hetzelfde uit, because the 3M materiaal, als je een foto van maakt of licht erop schijnt, it'll shine like no other. In mijn vorige filmpje heb ik ook nog eens gezegd dat I don't know for sure of ik hem echt wil hebben en dat soort dingen. Dus bij deze, I didn't even try for it. En als ik nu ga kijken, of tenminste als we nu gaan kijken op de sneaker app, er was ook nog een restock geweest van de Green Bean. Dus alle maten zijn gewoon nog available op de sneaker app. There is no point to talk about no resale. I mean, I shouldn't be salty about no L because I didn't try for it. En de retail van deze sneaker is nog steeds €200. So als je nog in een beetje doubt was en je twijfelde if it would sell out of hè, je had niet echt de kans om het toen die tijd aan te schaffen, you still have time to get it for retail. Sterker nog, hij was ook nog de 28ste in Foot Locker, tenminste bij mij in de buurt, was hij nog in Foot Locker al de 28ste aanwezig. En het zou me ook niet verbazen als ik nu naar de Foot Locker binnenloop, dat die schoen gewoon netjes daar nog gepresenteerd staat. Maar dus dat, peeps. Dat was de weekly wind-up van week 23 en natuurlijk de recapje van week 22. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eventueel moeten weten en vooral van de fruit pack, of tenminste de helft van de fruit pack die al uit is gekomen, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. En YouTube doet ook niet zo moeilijk met de algoritme van de subscription button, maar de notification bell. Als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.